Zo, zijn in Billy Bird Park. Helemaal lekker die toren hier, die klimtoren. Met nat weer. Levensgevaarlijk. Ik ga jullie mijn weg naar beneden laten zien. Ja, zit hier stijl. Klaar, helemaal weg. Ik hoop dat ik levend beneden kom. Zo. Een handreling zou ik niet erg vinden. Kijk, wat hebben we. Oeh, bijna. Godzijdank. En daar ging mijn bijna. Kijk, daar hier niet naar beneden. Donder. Dat is wel best zeer doen. Nee. Oh, een heel fijn sneeuwpad. Het is totaal niet gevaarlijk wat hier gebeurt. Buiten het feit dat je bovenuit glijdt in 200 meter hoge toren afdondert. Wat er een meer is extreem survival dit maar eens doen. En dan, daar kom ik toen aan. Maar hier doen we. Hierheen. Daar niet. Dat vind ik wel fantastisch naar beneden. Nou ja, hebben ze. Eén hand aan de muur. En waarom moest ik nou weer mijn camera vasthouden? Verdien naar mijn idee toch wel een bergbeklimcertificaat hierna. De achtbaan is wel dicht met dit weer, maar... Dat wat 10 keer zo gevaarlijk is niet. Nou, gaan we verder. Het lijkt hier op een touwbrug. Ja, dat is op zich wel te doen. Gelukkig zit er hier een handrail. We zijn er bijna. Leuk is anders. Er is serieus niks grappigs dan die hele toren. Dat ding is levensgevaarlijk, moeten ze me dit weer dichtgooien. Ik heb een documentaire gemaakt waar Ray Meers, die gozer van Extreme Survival, jaloers op kan zijn. Gewoon allemaal ijs wat er ligt. Mooi bordje hier, geopend door een bergbeklimmer nou. Ik ben beter dan die bergbeklimmer, want die zal het vast niet met de sneeuw gedaan hebben op 27 juni.